stacks on the back, look like Lex, sitting on 28. No, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk Fischer hier weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van Hoger Lager. En vandaag hebben we een aanbieding. De Hellstorms. En Hellstorm moet ik twee keer halen. Drie keer nog. De volgende mag eventueel twee keer. Als ik het haal natuurlijk, als ik weer Guardians gaan halen. Daar heb ik natuurlijk nog even nog niet veel zin in. En ik had er even een paar gemute. Want daar werd ik helemaal gek van. En... ik ga spelen vandaag even een keertje met de AM94. Ah, ook lekker. Oh, ik heb fucking veel zin in. Ik had net die andere aflevering opgenomen op met de Guardian. Natuurlijk op Raid. Niet met de PDW, maar met de MSMC. Mijn favoriete wapen wel in Black Ops 2. En zo langzamerhand als ik af en toe dit speel, weet je, heb ik ook gewoon veel zin in om Black Ops 3 te gaan spelen. Gewoon, ik weet niet. Misschien alleen door de naam dat het heeft. Black Ops 2, Black Ops 3. Maar... misschien zal het een hele andere game zijn natuurlijk. Want eerlijk is eerlijk, ik vind deze game ook zelf niet heel veel lijken op Black Ops 1 bijvoorbeeld. En bij de MW-serie heb je natuurlijk wel vaak dat ze een beetje op elkaar lijken. En al verwacht ik zelf geen MW4 meer. Maar volgend jaar verwacht ik zelf... ik verwacht volgend jaar zelf Ghost 2, als ik eerlijk ben. Want... dat zou... dat zou logischer zijn. Eigenlijk, zeg ik zelf dan. Even kijken waar ze komen. Nee! Ja! Ah, daar heb ik pech mee. Oh, alles wordt weggeschoten. Wat? Wat lek jij? Franse teringhufter. Kom maar. Oh, waar zit je? Zit een Franse sletje, hè? Hmm. Oh my god, we hebben gek toch van die... Van die Fransozen. Kijk hier. Oh my god. Ja. Zo. Dat is de eerste. Dat is niet de tweede natuurlijk. Waar dan? Het glitzer, motherfucker! Ik had eigenlijk mijn Hellstorm even meteen inzetten. En... een beetje triple? Nee, dubbel. Ik had wel een triple verwacht eigenlijk. Zo! Ouwe kikkeraar! Wat een kikker je van op! Hè? Maar, en... holy shit, waar zitten ze? Kijk, dat is mooi. Zat die... oké. Groen boy. Ja! Oh, ja, ik heb hem nog. Ik heb de Hellstorm. Tweede Hellstorm, dat is mooi. Weer dubbel kill of enkele kill? Enkele kill. Helaas. Ga niet zo kikkeren. Kikkeren, daar win je niet van mij. Ja, soms wel hoor. Maar soms ook niet. UAV inbound.
kut, hij zat er headglitsen daar. Ah, daar kan ik er niet bij, hè. Daar kan ik er niet bij. Kijk, dat tonnetje, jongen. Dat tonnetje is toch ook heel erg bedacht, hè. Met het headglitsen. Oké. Oké, nice. Orbi. Ja, dan pak ik even die capture kill mee. Dat is helemaal lekker, jongens. Ja, je haalt hem wel. Je haalt hem nog. En ik heb hem. Ik heb hem ook nog. Oei, oei, oei. Kan ik hem inzetten? Ja, ik kan hem wel inzetten. Hup, bye bye, motherfucker. Zo. En zijn gekwit. Meteen, hè, met Orbi en Urbi. Dan zijn ze tegen gekwit, die gasten. M8A1. Oeh, nou net nog. En die andere ook, Gaat die dood? Nee, ik heb hem niet gehaald. Oké. Ik heb trouwens 23 kills, trouwens. Even één ding. 23 kills in één ronde. Is eigenlijk helemaal niet zo slecht, jongens. Helemaal niet zo slecht. En dit is wel een nadeel. Dat zo'n potje altijd zo eindigt, hè. Dat je denkt van, ja, kutje. Weet je, ja, weer een Orbi. Ja, wel lekker dat ze Orbi hebben, maar... Maar ja, het is natuurlijk pure aids natuurlijk dat ja, ze gaan gewoon kwitten. En zie je dat weer... Ik ga challengen. Dan zie je het gewoon dat het heel erg overpowered is, hè, die shit. En ja... Oké, hij is dood. Ja. Pom. Ik heb nog niet zoveel Hellstorm kills. Ik speel eigenlijk nooit met Hellstorm als ik killer ben. Zo. Ja, het is een kansloze missie natuurlijk, hè. Nu met Orbis in de lucht. Ah, die gaat naar beneden ook. Dus moet je weer terug gaan rennen. Rennen. Achter de gasten. Kijk, daar komen ze. Ze joinen alweer. Ja, hoeveel mensen blijven erbij, hè? Kut, man. Waar spawnde die? Ja, tuurlijk. Eerlijkste spawn. Perfecte spawn. Ik zou maar doodgaan op een 28 streak, 29 streak. Net voor de nuclear. Dan zou ik toch wel lichtelijk geagiteerd worden. Maar ja, dat is wel denk ik wel een understatement natuurlijk. Helaas. Holy fuck. Hup. Fuck die cap. Ik wil kills maken, jongens. Weer Orbi. Ja, kansloze missie. En ze gaan kwitten de hele tijd. En dat is eigenlijk natuurlijk wel terecht. Want hoe kun je nou zo lekker gaan spelen, weet je? Het is dat ik... Ja... Ga je nog dood ook nog, hè? Alleen maar omdat ze natuurlijk overal spawnen. Ik zit alleen maar te kijken op die radar. Zo van, waar spawnen ze? Waar moet je naartoe lopen? Dat is het fucking overpowered dan in met de Orbi. Orbital, die trouwens wel terugkomt, hè, in Black Ops 3. Dus mensen, dat... Best wel lullig! Die ene gaat weg! Op het moment dat ik die kill wil maken. En dan, ja... Dan heb je een probleem, hè? Nah, weer een assist. Nah, kom op. Jongen. Potje is alweer afgelopen. Ik heb wel de Hellstorms gehad en ik heb allemaal gekwit. Heerlijk. Boom. Dat was toch mijn kill, jongens. Dat was echt mijn kill. Maar ja. Oké, nou. 200 tegen 66 gewonnen. Eerste ronde was goed. Tweede ronde was helemaal niks. Maar ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Want ja. Het ging erom dat ik het al gehaald heb eigenlijk, hè. Oké. Nou, ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog natuurlijk. Volgende keer trouwens twee keer de lightning. Ik mag een, ik hoef wat minder te halen. Dat scheelt weer. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.